Hey zo. Dat is een stukje gegroeid, ja. Hij weet nu ook een keer wat een kapper is. Maar dat wist hij. Wauw. Dat wist hij toch niet, volgens mij. Oké, het is weer tijd voor de 250k show. Vandaag met Justin Kluiver en Hakim Ziyech. Oh ja, was altijd leuk om je wedstrijden terug te kijken op Ajax TV. En dat heb ik altijd ook gedaan. En vooral als je doelpunten maakt of zo, of een mooie actie, dan kijk ik me vooral terug, ja zeker. Kluiver, die dit seizoen belangrijker en belangrijker wordt voor Ajax B1. Hier gaat hij langs vier man, Kluivert, en het is 1-0. Patserig. Ik heb hier Patserig. Captain. Geweldige actie en koelbloedig afgemaakt dus. Ja, zo zie ik hem graag. Hey. Wat is dat? Ik kreeg het toen ook toegestuurd, dus ik had hem al wel gezien. Dus ja, het is leuk om terug te zien natuurlijk. Er blijven wel herinneringen. Dus, ja, wel opgevangen, dus dat maakt het extra mooi. Maar we zijn er in goede tijden en in slechte tijden. Nee, man. Ik wil niet eens kijken hoor. Ja, ja. Ik was er niet bij volgens mij, maar ik kan ook. Hey. Met die eerste was ik nog blij. Ja, dit waren leuke tijden. Dat is dagelijkse post dit. Nee, gebeurt niet vaak. Nee. Ja, dit keer was er een camera bij. Ik kan er veel uitdelen, maar soms moet je ook ingresseren. Dus. Hè? Weet je alles van? Weet je alles van, hè? Zeker weten. Misschien weet ik niet, rap of zo met het hele team of zo. Weet ik. Rap. Met de videoclip erbij, alles. Het zou wel lachen zijn, denk ik. Ja? Liefde voor het spel en voor mijn stad af vanaf de start. Een maniak waar ik straks speel, ik heb Ajax altijd in mijn hart. Nee, man. Jawel, ja. Nee, man. Iets geks misschien even. Ik heb geen idee eigenlijk. Ja. Nee, ik heb geen idee. Je eigen ding creëren, denk ik. Iets wat niemand nog doet, denk ik. Maar wat, ja, moet je over nadenken. We zijn weer lekker creatief, we gaan door naar de eerste categorie van de 250k-show. En dat is, wat zeg je? Een stukje kritiek wat is dat er niet genoeg creativiteit is. Dan gaat het weer over de samenstelling van de spelers. En welke spelers er zijn, dat is weer jouw pakje, Jan. Dan noem ik een naam, ik denk dat je hem al voelt aankomen. Hakim Ziyech. Is er interesse geweest of is dat gewoon in de media, dat gespeculeer? Een flauw idee. Ik heb hem niet gezien. Ik denk dat hij zegt dat er zeker interesse is. Ik denk dat hij een maar erin gooit, maar ik weet niet wat hij dan zegt. De maar is dat hij me niet zou halen. Dat was de maar. Ja, dit ken je natuurlijk. Ja. Dan noem ik een naam. Ik denk dat je hem al voelt aankomen. Hakim Ziyech. Is er interesse geweest of is dat gewoon in de media dat gespeculeerd? Hij is een fantastische speler, maar... Wij zullen hem niet halen. En nu zit hij hier, dus... Ik heb het toen voorbij zien komen. Ja. Toen die tijd was Ajax aan voor mij eigenlijk gesloten boek. En had ik mijn zinnen gezet op iets anders. En, uiteindelijk kwam het op de laatste de hand. Gelukkig maar, hè? Ja. Ja. En wat ga je doen? Ga je klaar op je. We gaan door naar de volgende categorie. Wie is het? Onze man gaat over alle grenzen heen. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. En dat gevoel dat delen wij met iedereen. Het was samen met een paar jongens uit het team, was gewoon gezellig. Ik hoop gewoon dat het op nummer 1 gaat. Ik weet het. Is het niet Deo? Nee, Nusayi Masraoui. Jij gaat voor Deo? Ja. Oh, dat is een stem, bro. Ik wist het direct. Wauw. Is het Nusayi Spai op, bro? Oké. Ik was gewoon gezellig. Ik hoop gewoon dat het nummer 1 gaat. Kijk zo. Dat is een stukje gegroeid, ja. Wauw. Zo, Loes.
Dat is opgeknapt, ja. Ja, hij weet nu ook een keer wat een kapper is. Maar nee. Dat wist hij. Wauw. Dat wist hij toch liever of zo. Nou, leuk. Aan het begin dacht ik van misschien iemand van mijn team. Want toen zag ik Davies, die zat op mijn team. Maar ik herkende zijn stem gelijk. Dat was leuk. Dat was voor mij iets lastig. Dus. Hoogste tijd voor Fail or Fame met een echte YouTube-ster. Yo, what's up, your boy? It's Alan GWT, try saying that. And today I am in Ajax, yo. I'm at the Ajax training ground. Yeah, man, you guys have a sick ground, man. I love... Dude, I've been Ajax so many times. I'm pretty much a fan. You know what I mean? Crossbar. Step back, camera. Crossbar. Hey, watch, watch. Turbulentie. Turbulentie, wow. Gaat mis. Je moet voor die andere gaan. Ja, gaat goed. Crossbar. Alright, step back, camera. Crossbar. Hey, watch, watch. Oké. Wow. Oh, dat is een lappen. Ik zei het toch, gaat mis. Ik had al zo'n voorgevoel. Ja. Dat was wel voorgevoel dat het mis zou gaan. Ik had misschien verwacht, ja, iedereen weet dat het mis zou gaan. Misschien zou dat juist goed gaan, maar nee, zet er niet in. Dan gaan we snel door naar What's Next. Hij houdt omhoog. En dan een soortige akka met zijn knie. Ja, ik ga het niet weten. En die andere doet zo. Ja? Ja, zeker. Volgens mij is hij zelfzeker, hoor ik dus. Ik denk dat hij gelijk. Hij ging wel vies in die truc. Ja? Ja. Ik ben benieuwd of het zo is. Dus je praat Hakim na? Ja. Maar dit is je punt wel van mij toch? Ja. Oké, ik wou net zeggen. Hey. Ben je bang voor die bal? Damn. Volgens mij op Instagram zag ik hem een keer voorbij komen. Dus ik kwam me wel bekend voor deze. Zo'n mooie truc vergeet je niet. Ja, wel eens 1 tegen 1. Wel eens 1 tegen 1. En dan speel ik hem wel regelmatig door zijn benen. Nee, het valt rustig mee. Valt rustig mee. Maar als ik niet meer oplet, dan doet hij dat. Maar uiteindelijk stond het dus iets van 5-3 voor mij, 5-2, 6-2. We hebben nog wat erop staan, dus we houden voor onszelf. 3-1 voor Hakim, tijd voor de laatste categorie, de voorwerpenronde. Okay, deze vraag telt voor 2 gedoe, ja? Als je goed hebt, mag die voor 2. Oké, okay. Als je goed hebt. Is goed. Hey. En welke video? Welke video hoort deze? Moet ik aan de speler denken? Ja, jij moet het raden, ik heb al gewonnen, dus ja. Ik zie nog meer voorwerpen daar. Of ja, maar heeft niks mee te maken. Heeft niks mee te maken. Ik zou het echt niet weten. Is er nog tijd bij de vraag? Wie blies hierop? Weet jij het? Ja, weet maar ik, voor mij hoeft het niet meer. Ik weet het niet, maar... Psst, een hint. Het gaat om het WK in Zuid-Afrika. Ja, richting dat toernooi? Dan weet ik het al, denk ik. Als het met Zuid-Afrika te maken heeft. Serero. Ik zeg Thulani. Thulani? Ja. 1-0. So I've never tried it before. Yes! Wat een gok. That's the best I can do for now. Yes. Ja. Ja. Hè? Ja. Gelukkig kan ik gewoon goed. Hij is je gegundje. Dan maar gelijk spel, toch? Dan maar gelijk spel. Allebei delen. Profiteren. Een gelijkspel dus tussen Justin en Hakim. Op zo hè bro, ik zeg. Wat? Dat doet pijn. Wat om doen dan? Zo schiet. Je moet toch in de lucht. Nee bro, dat doet pijn hè bro. Wacht. Nee bro. Oké, we gaan spelen. Het komt in je ogen. Maar je moet ogen dicht, maar we gaan spelen wie op zeg maar. Nee, dat is gevaarlijk toch? 3 keer. Deze pizza. Boer.
Hey, dit maakt het er niet. En je bent niet flink, man. Dit maakt het er niet, hè. Hey, dit is niet er niet, man. Je bent niet flink. Boer, je hebt zo crème gesmeerd, eerlijk. Vissa? Maar wie gaat er toch rijden, man? Kom maar naar beneden en sla je slag in het Prijzenfestival. Bedankt allemaal voor de 250.000 abonnees. Blijf ons volgen. Vandaag geven wij weer twee mooie prijzen weg. En er zijn twee field seats voor de wedstrijd van volgend seizoen. En morgen wordt de hoofdprijs bekend. En als jij een beetje van vakantie houdt, wil jij die zeker winnen. Wil jij een kans maken? Schrijf dat nu in via de link in de beschrijving. Ciao. Morgen alweer de laatste aflevering van de 250K-show en de hoofdprijs. Malaria. Hoe kan jij dat dan weten, man? Dat is een goede gok, hé.